Vlogs. Hey, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Okay, here we go again. Katja is back met een nieuwe video. Ja, geen vlog vandaag, gewoon een video. En de reden waarom is omdat ik weer hier iets heb van de action. Ik heb een paar video's geleden heb ik iets gemaakt van parfums. En dat was van het merk Fiency. En ik was eigenlijk nogal vrij positief over deze review van Fiency. Er was maar één parfum van de 6 parfums die eigenlijk niet zo lekker rook. Maar ja, smaken verschillen natuurlijk. De neus verschilt ook. En zeker als je een rot neusbeentje hebt, ja, dan gaat het natuurlijk alles slecht rieken. Hè? Maar ik heb geen Ik heb geen rot neusbeentjes. Ik riek nog alles perfect, klaar en duidelijk, lekker of niet lekker. Goed, Fiency. Deze nieuwe Fiency box is een hele mooie verpakking met allemaal sterretjes. Je zou het kunnen geven als een kerstcadeau, maar ook als een nieuwjaarscadeau zelfs. Want het is echt een mooi, er zit een mooi strikje aan. De parfum heeft 3 namen. Het zijn van die grotere namen. Er steken maar 3 parfums in. Maar, Katja, je klinkt nu wel heel ondankbaar. Maar zwat. Het is te koop voor maar 4 euro in de Action. Niet veel geld. Dus als je nog geen cadeautje hebt voor kerstmis of nieuwjaar, is dit ook een hele mooie cadeau natuurlijk om af te geven. En voor 4 euro, mensen, kom aan. Daar kun je toch echt niet voor sukkelen, hè? Holy shit. Ik ga de doos laten zien. Ik vind het echt een hele mooie doos met gouden sterretjes en gouden strik. Maar dat moet wat geld gekost beneden, want dat kostte maar 4 euro. Nu, dat zijn maar 3 parfums. Dat zijn zo van die langwerpige parfums. En die hebben alle 3 een naam. Zo ziet de doos eruit. Dit is een andere doos dan de vorige keer van Fiency. Een hele mooie met al die sterretjes. Hier een mooie streek rond en dat zijn de langwerpige parfums. En zoals dat u ziet hebben die alle 3 een naam. Deze parfum noemt Hope. Deze parfum noemt Trust. En deze parfum noemt Love. Dus Hope, dat wil zeggen dat er nog hoop is in het leven misschien. Of in de liefde of whatever. Trust wil zeggen dat je die vertrouwt. Hè? Dus in het Nederlands is Trust vertrouwd. En Love is liefde natuurlijk. Hoe dat ze gaan ruiken, dat weet ik zelf niet. Maar dat ga ik samen met jullie nu doen. Ik ga het even openmaken. Oké, het zit dus hierin. Ik hoop dat jullie het al beter kunnen zien. Het is echt heel mooi, die verpakking. Zie, dat is zwaar bijvoorbeeld. Heeft ze allemaal van die stippetjes. Echt heel mooi. Laten we de eerste eruit nemen. En we gaan beginnen met de hoop, denk ik. Hè. Dus met de hoop. Ik heb de hoop uit de verpakking genomen. Het flesje ziet er dus zo uit. Het ziet er heel mooi uit. Echt waar. En dan gaan we eens ruiken hoe dat het ruikt. Ik denk dat deze heel lekker gaat ruiken. Ik ga het proberen op mijn hand te doen. Oh my god, die riekt lekker. Deze riekt heel lekker, ze. Echt waar, mannetjes. Deze parfum riekt lekker. Oh. Oh my god. Ik zou die zo op mij willen doen nu. Maar ja, misschien rieken die andere parfums ook nog wel heel lekker, hè. Nee, het is echt heel lekker. Amai, zalig. Ik ben blij dat ik die heb. Dan gaan we over naar de volgende. En de tweede parfum is Trust. Nu heb ik Trust vast. Als je het kunt zien, ik hoop van wel. Ja. En we gaan eens ruiken hoe dat deze ruikt. Ik weet niet hoe dat die gaat ruiken. We gaan even spuiten hierop. Die riekt nog lekkerder. Oh, die is nog lekkerder. Die een andere van Trust is meer zo een zoetere parfum. Dus als je zo van zoet houdt, dan is Trust een hele goede parfum. Deze van, wat zeg ik nu? Als je die van Hope gebruikt, die is heel zoet. Deze is iets minder zoet, die van Trust, maar ook wel zo tussenin zo. Zoet en niet zoet, maar wel heel lekker. Ik vind deze eigenlijk zelfs nog lekkerder. Ja, Trust. Vertrouwen, hè, mannetjes. Vertrouwen op mijn parfum. Oh, I love it. I love this shit. Goed, de volgende. En de volgende is Love. En Love is natuurlijk in het Nederlands liefde. We gaan eens ruiken naar Love. Oké, waar moet ik deze spuiten? Misschien hierop. Oh my god, deze riekt nog lekkerder. Oh, echt waar. Die, echt waar, mensen, ik zweer het jullie.
Ik heb in heel mijn leven nog nooit geen Vigensie geprobeerd gehad, maar ik denk dat ik vanaf nu altijd Vigensie ga kopen. Ik koop altijd van die duurdere merken van parfums. Chanel is een heel lekker geurend parfum. Ik hou daar enorm van. Vroeger, als ik 17 jaar was, heb ik ook Van der Bilt gebruikt. Daar rook ik op die moment rook ik dat heel graag. Er waren zo een paar mensen, waren toen in die tijd een paar van mijn leeftijdsgenoten, ik zal het zo zeggen, die toen gezegd hadden tegen mij van, zeg Katja, welke parfum gebruikte jij? En dan zeg ik, Van der Bilt. Oh my god, dat is parfum voor bommas. Ik zeg, voor bommas? Ja, ja. Mijn bomma gebruikt dat ook, hè, Van der Bilt. En ik voelde mij zo geschokt. Ik zeg, oh my god, ik ruik dat lekker, Van der Bilt. Dat is toch lekker. Maar goed, ik heb sindsdien nooit geen Van der Bilt meer willen gebruiken. Omdat, ja, andere leeftijdsgenoten zeiden dat dat voor bommas waren. Dus ja, ik heb dat ook niet meer gebruikt, hè. Dus bommas, als je van Nederland zit, ik weet niet of dat ze in Nederland ook bomma zeggen. Maar wij zeggen bomma. En bomma in het Nederlands, of in Nederland, is gewoon oma. Dus dat zijn de drie parfums die ik nu juist getest heb. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ga terug in dat doosje steken hier. Allee, voilà. Nu zit dat hierin, ja. Ik moet zeggen dat deze parfum van Vigensie nog lekkerder riekt dan die andere Vigensie box. Die andere Vigensie box was ook heel lekker. Maar deze is veel lekkerder. Dus eigenlijk zou ik zeggen, deze raad ik echt aan om te kopen. In de Action voor nog geen 4 euro te koop. Pak dat in een mooi papiertje, zet dat onder de kerstboom en uw vrouw of uw vriendin of uw dochter misschien zal heel blij zijn met dit cadeau. Ik ben daar heel zeker van. Het is een mooi cadeau. Ze ruiken alle drie heel lekker. Ik weet dat het een korte video is, lieve mensen, maar ja, kan ook niet anders zijn. Dat er maar drie parfums in steken, hè, bij die Vigensiebox. Maar ze waren ook zo lekker. En ze blijven lang ruiken, vind ik. Oh my god. Echt kei lekker. Maar goed, wij gaan afsluiten de video. Ik hoop alleszins dat jullie er toch van genoten hebben. Doe dan zeker alvast een dikke duim omhoog. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Zolang dat nog kan natuurlijk met dat koppige doe. En klik het belletje aan naast de abonneerknop om zo op de hoogte te blijven van elke nieuwe video die ik post ben. Oké? En deel mijn vrienden ook. Deel mijn vrienden. Nee, mijn vrienden niet delen. Oké. En deel mijn video's ook met andere mensen. En laat ook die mensen abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel graag terug in de volgende nieuwe video. Doei!